zijn bijna op de helft van de 70 dagen super uitdaging. Ik ga vandaag even mijn maat opmeten. Normaal doe ik dat zondag, maar ik ga vandaag dat doen. Morgen kan ik dat niet. Om even te kijken hoe we nu ervoor staan. Ik ga even mijn taille opmeten. Ik heb zelf geen idee, dus ik ben benieuwd. ...87,5 centimeter. Met de check wat het daarvoor was, maar nu zit in ieder geval 87,5 centimeter in de taille. Ik zal even mijn gewicht opmeten. Ik heb hier de weegschaal beneden staan. Ik zal even doen. Ja, het is halverwege het programma. Nou ja, dag 34, zaterdag. Vandaag de 300 uitdaging. Nou ja, ik heb niet ik heb kunnen hardlopen. Ik voel me echt super goed. Ik heb het record weer verbeterd. Dus je zal zien dat je elke week, elke zaterdag kan zien dat je vooruit gaat in je 300 uitdaging. Als je gewoon oefening blijft doen, dan ga je automatisch vooruit. Dus vandaag ook weer. En ja, ik voel me daar heel goed bij. Ik kan niet alles volhouden gezien mijn arm, zoals jullie weten. Maar ja, ik hoop gisteren fysio geweest overigens. En die zei dat het allemaal gelukkig goed eruit zag. Dat stond toen nog wel, dus dat moet weg nog. 2 weekjes nog moet dat weg zijn. En de schouder ook. Ja, er zit nog het vocht in ook. En ik moet een aantal oefeningen nog niet doen. Dus pull-ups kan ik nog niet doen. Maar opdrukken kan dan weer wel. En dat heb ik vandaag ook een beetje geprobeerd. Dus het gaat, gaat gewoon steeds beter. Dus ik hoop dat ik over 2 weken weer de hele uitdaging kan laten zien aan jullie. Hoe ver ik ervoor sta. Nou, als je het helemaal door kan halen, heb je natuurlijk nog betere resultaten waarschijnlijk. Maar mijn resultaten zullen je verbazen. Nu op de helft. Ik ga me nu meten. Ik ga me nu even wegen. De weegschaal hier. Eens even kijken. Nou, soms kan je ook, als je een weegschaal met vetpercentage meet, is dat ook eigenlijk nog interessanter. Mocht je dat niet hebben, kan je ook kijken of je ergens anders kan doen. Maar fysiotherapeut of iets anders. Het is altijd handig om te weten wat je vetpercentage is. Oké, 75,7 en 17,6 vet. Dus 75,7 en 17,6 vetpercentage. Nou, je ziet in de oefeningen wat je doet. Ja, het gaat soms sneller, andere keer gaat het. Het is gewoon een proces. Weet je? Dus het gaat op de lange termijn, gaan we het volhouden. En als je commitment hebt gemaakt om dit te doen, dan maak dan ook af en verbaas jezelf over de resultaten. Ik ga gewoon rustig door. Stap voor stap word je fitter. Ik merk wel dat ik niet alleen fitter word, want ik voel me echt goed lichamelijk. Maar dat ik alerter ben en dat ik ook productiviteit ook verbeter. Dus het heeft dus meerdere voordelen dan alleen dat je sixpack eruit gaat zien. Dat was daar eventjes. Ik ga op de hoogte van de vorderingen. Je kunt het allemaal doen nakijken en dan kun je altijd aanmelden voor het programma. En belangrijk is ook dat het is een simpele training. Je hebt niet veel materialen nodig, maar het is een stap voor stap proces. En maak je veel gezonder. Ga je goed? Zaterdag, ik ga een feestje bouwen vandaag.